En vandaag hebben we, zoals eerder aangekondigd, hebben we een deskundige die ons meer kan vertellen over cryptocurrency in Suriname. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent? Ik ben de heer Sparringsleden, oprichter van Mercury Investments Consultancy. Ja. En waarom is uw consultancy bezig? Nou, we houden ons bezig met eigenlijk alles wat met cryptocurrencies aangaat. Dus de transacties, de technologie achter cryptocurrency en eigenlijk het ecosysteem dat gebouwd moet worden rond cryptocurrency om het eigenlijk een beetje de toepassingen meer naar buiten te brengen. Ja, ecosysteem, wat wordt daarmee bedoeld? Nou, de ecosysteem wordt bedoeld met eigenlijk een systeem waarbij eigenlijk niet alleen particulieren, maar ook bedrijven, overheden, instellingen eigenlijk een soort platform creëren waardoor transacties tussen elkaar, dus P2P transacties, peer-to-peer transacties, gestroomlijnd kunnen gaan. Mm-hmm. Als we kijken naar de hedendaagse ontwikkeling, ja, dan zien we dat bepaalde landen nog een soort houding hebben van hey, laat het nog even daar staan hoor, want we weten niet veel hierover. Wat Klopt. Kunt u de samenleving erover vertellen? Nou, ik zeg, en daarom heb ik een van mijn bedrijven opgericht. Het is inderdaad zo dat landen een beetje een afstandhouding hebben van ten opzichte van cryptocurrencies. Maar als we bijvoorbeeld bepaalde voorbeelden kijken, dus Rusland, China en andere grootmachten in de financiële sector, die zijn wel bezig om wetgeving te accepteren of door te voeren om cryptocurrencies meer mainstream te maken. Want het gaat eigenlijk met een stukje wetgeving te komen, met een stukje regulatie. En pas wanneer die regulatie en die wetgeving van de grond komt, kan je zeggen dat het eigenlijk een geaccepteerd en wettig betaalmiddel kan zijn ten aanzien van cryptocurrency. En in Suriname zou ik zeggen van de transacties, de toepassingen van cryptocurrency zijn al daar buiten. Het is eigenlijk alleen die vrees die mensen nog hebben ten aanzien van cryptocurrency. Maar dit komt eigenlijk meer omdat overheden vaak ook, zoals ik eerder zei, een afstandhouding hebben, omdat ze het nog niet helemaal begrijpen. Maar hoe werkt dat? Misschien kunnen dat beter. Hoe werkt dat ding? Want ik weet wel dat mensen hebben geïnvesteerd in crypto. Ja. Maar als het gaat om die chainblock en een heleboel dingen, dan gaat het daar een beetje mis. Ja, dus kijk, de blockchain is eigenlijk een technologie die ervoor zorgt dat cryptocurrency transacties zijn. Praat ik cryptocurrency zo voor zijn algemeenheid, want het is meer dan cryptocurrency alleen. Die ervoor zorgt dat de transacties van punt A naar punt B uitgevoerd kunnen worden. En dat brengt met zich mee dat in principe, het is net als het bankensysteem. Mensen hebben eigenlijk geen weet van hoe het bankensysteem in elkaar zit. Maar we gebruiken die currencies, dus de dollar, de SAD, de euro, gebruiken we wel in eigenlijk onze huidige maatschappij. Precies zo kan je eigenlijk cryptocurrencies bekijken. Het is, wat onder de hoed is, is misschien te technisch voor mensen. Maar de toepassingen zijn wel erg heel voordelig. En het is eigenlijk, je kan het vergelijken net als online banking. Okay. Snap je? Je hebt een online rekening. En je laat je rekening opwaarderen middels cryptocurrencies onder andere. En vanaf dat punt kan jij, dus jij en ik, kunnen bijvoorbeeld gewoon transacties uitvoeren. Dat is eigenlijk net als PayPal. Mm-hmm. Oké, we weten, volgens mij was het MNK Center die ooit eens de toegang had geboden dat je auto kon komen middels crypto coins enzovoort. Ik dacht dat het bitcoin zou moeten zijn. Ja. Hoe gaat de Surinaamse samenleving hiermee? Hoe ziet de ontwikkeling van crypto in Suriname? Ik moet zeggen, ikzelf ben een hele grote voorstander van cryptocurrency transacties vanwege verschillende redenen. Eén, dat is de snelheid, het gemak, laten we zeggen, niet het verdwijnen van de middelman, maar eigenlijk om de middelman een beetje minder kracht te geven. Om ervoor te kunnen zorgen dat vooral financiële transacties wel komen bij de persoon waarvoor ze toegestemd zijn. Okay. Ik ben een grote voorstander daarvan. In de zin van, alles dat ik in cryptocurrency kan betalen, betaal ik ook in cryptocurrencies. En het is heel voordelig voor bepaalde mensen, vooral voor bepaalde ondernemers. Ik heb laatst nog een kunstwerk gekocht bij een kunstenaar. Die kunstenaar wist me te vertellen dat hij ergens, eigenlijk nergens in Suriname terecht kan voor het openen van zijn bankrekening, omdat zijn vak niet echt wordt erkend. Snap je? Maar het is iemand die wel deelneemt aan de financiële wereld, omdat hij zijn brood daarmee verdient. Dus wij hebben toen gezegd van oké, weet je, we gaan het in cryptocurrencies doen. Dus zo iemand die dan die cryptocurrencies wel geaccepteerd. En eigenlijk in de samenleving zijn er al bedrijven, ze komen wel niet publiekelijk naar buiten,
die eigenlijk al cryptocurrencies accepteren. Zijn het veel bedrijven in Suriname? Er zijn enkele bedrijven, maar ze schreeuwen niet van de daken af. Snap je? Omdat er waarschijnlijk bepaalde technische dingen bij komen kijken. Maar er zijn wel bedrijven, er zijn mensen, kleine ondernemers die cryptocurrencies accepteren voor betalingen. En dat is wat ik bedoel met het ecosysteem die gecreëerd wordt. Dus mensen zijn er wel blij mee. Omdat, waarom? Het is een manier om te investeren. Het is een manier om vermogen op te bouwen. Maar het is ook een manier om transacties te voeren met mensen in het buitenland of lokaal. Wat zou zeg maar een voordeel zijn voor Suriname? We kijken nu aan tegen een economische crisis. Ja. Een heleboel uitdagingen als het gaat om het financiële in ons land. Ja. Wat zou een van de voordelen zijn als de regering zegt, luister, we hebben wetgeving, we hebben alles in place, onze ecosystem hebben we ook in place. Ja. Wij gaan nu over naar crypto. Nou, ik zou dat ten eerste toejuichen. Waarom? Omdat ik zelf eigenlijk ook brieven heb geschreven naar het kabinet van de president en de vicepresident om een beetje aandacht op te plaatsen. En een beetje de inzichten te delen van dat het een markt is waarmee we rekening moeten houden. Omdat het eigenlijk, als je kijkt naar de industriële revolutie, het heeft ons gebracht waar we nu zijn. En deze technologie is eigenlijk even groot als die ontwikkeling. En het voordeel dat Suriname zou kunnen hebben hieraan is, als je alleen kijkt naar bijvoorbeeld de schulden die wij hebben. Ik kan volgens methodieken aanwijzen, volgens modellen aanwijzen, dat onze schuld, onze nationale schuld zo klein is ten opzichte van die biljoenen industrie die cryptocurrencies aanbiedt. Dus je kan het zeggen, je kan het starten als een fond en op basis van het rendement die je uit die wereldwijde markt, die economische markt krijgt, zou je kunnen tappen uit die markt om je economie een beetje te voeden, om eigenlijk weer bovenop te komen. En er zijn verschillende landen die dat al hebben toegepast vanwege die wegen om hun schuld weer tot nul of zelf weer in de positieve ranges te plaatsen. Ja, ja. El Salvador is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld. Ja. Aan de andere kant heb je weer dat mensen iets van luisteren, maar dit kan in elkaar vallen. Je investeert en het valt in elkaar. En dan is het ook een loze investering. Klopt, dat is een risico die bestaat. Maar als we kijken naar de Bitcoin bijvoorbeeld, en Bitcoin haal ik aan omdat Bitcoin de grootste en de bekendste is. Bitcoin is inmiddels al 13 jaar. En door de jaren heen hebben verschillende instellingen, financiële instellingen met name, maar ook gewoon grote bedrijven geprobeerd de technologie kapot te maken. Om eigenlijk de toepassingen niet naar buiten te brengen. Maar het is eigenlijk door al heel veel uitdagingen, obstakels gegaan. En het is inmiddels al 13 jaar. En het feit dat het niet gestopt kan worden is omdat het een stukje gedecentraliseerde technologie is. Als je Bitcoin en de technologie daaromheen wilt stoppen, zou je eigenlijk internet moeten uitschakelen. Of je zou iedereen zijn smartphone moeten weghalen. Want wat jij en ik beleven in qua handel, daartussen komt een overheid in principe niet. Omdat jij en ik eigenlijk alleen bezig zijn op peer-to-peer. Ja. En dat maakt dat eigenlijk die markt, omdat de wereldwijde gemeenschap eraan deelneemt, dat die markt bijna helaas niet meer kan instarten. Mm-hmm. Omdat hij eigenlijk al een bottom heeft bereikt. Okay. En van daaruit gaat hij alleen maar meer rendement, gaat hij alleen maar meer positiviteit brengen voor de economische sector. Maar niet alleen de economische sector, ook de sociaal-maatschappelijk en alle andere sectoren. Want dat is uiteindelijk een vorm van geld. Ja, digitaal geld, zeg maar. Precies. Oké. Tot slot, wat moeten we nog meer weten van cryptocurrency? Ik zou zeggen, oké, mensen die dit al een tijdje volgen, ik zou zeggen, blijf gewoon erop. Blijf je onderzoek doen. Zo niet, stap naar een deskundig bedrijf in Suriname die hiermee zich bezighoudt. Kijk, Mercury, een bedrijf van mij, is al zes jaren in de maatschappij bezig met cryptocurrencies. Ik zit zelf al 9 jaar in cryptocurrencies. Ik moet zeggen, ik heb Bitcoin onder de $100 aangekocht. Dus ik heb eigenlijk alle pieken en dalen meegemaakt. En dus financiële wereld is een dynamische wereld. En het ontwikkelt zich op basis van patronen. En op basis van bepaalde cycles. En als je die patronen in kaart hebt kunnen brengen, zou je een beetje kunnen voorspellen waar deze markt heen gaat. Maar ook gewoon, als je naar de geschiedenis kijkt, waar de ontwikkeling van geld, snap je? Dus ik zou aanraden aan mensen om gewoon een beetje erop te blijven, contact op te nemen met bedrijven die zich bezighouden, geregistreerde bedrijven bij KKF en erkende bedrijven. En ik ga niet zeggen van investeren erin, want ik weet dat mensen cryptocurrencies aanschaffen voor verschillende doeleinden. En afhankelijk van jouw behoeften
zou je in principe in contact moeten treden met een bedrijf en zodat je een beetje wegwijs gemaakt kunt worden. Want het is inderdaad een Amazon van heel veel onwetendheid als je geen ervaring hebt. Want er zijn ongeveer 17.000 cryptocurrencies op de markt. Dus dat kan al snel maken dat mensen de weg kwijtraken. Maar als je bij een bedrijf gaat die wel heeft van zaken, zou je wel kunnen zeggen, oké, daar zit ik goed, daar zit ik niet goed. En zo gaan we kunnen verder gaan. Ja, wat Matief me belt, die woont in Nederland. Ja. En hij zegt, hij en zijn collega die spraken over, in dit geval, Bitcoin. Ja. Zijn collega heeft hem geadviseerd om te investeren in Bitcoin. En hij was aan het twijfelen, maar dat, nou, het is nogal een beetje nieuw voor mij. Ja. Maar zijn collega heeft toen wel geïnvesteerd en nu heeft hij, zeg maar, de spin-off heeft hij nu ontvangen. En het schijnt nu dat hij een van de rijkste mannen is in dat dorp. Ja. Ben jij ook nu rijk in Suriname? Kijk, ik zou zeggen, rijk is een relatief woord. Mm-hmm. Laten we zeggen, zoals ik zei, ik heb Bitcoin aangekocht toen het onder de $100 was. En je bent van daaruit ben je gaan starten om mensen meer de markt in te brengen. Omdat het voor jou het heeft voor mij heel veel voordelen gebracht. Ik heb een paar bedrijven daaruit kunnen starten. Net als hoe ondernemers moeite hebben om geld te kunnen krijgen van de banken, om geld te kunnen lenen. Is het eigenlijk een mooi alternatief om, zoals ik zei, kunnen tappen uit die markt en van daaruit kan je je zaken realiseren. Je bent begonnen bij $100. Ik las verleden dat de Bitcoin al boven was 43.000. Dus het was 47, toen is het beetje gedropt naar 43.000. Ja, wat betekent dat? Dat is zoals ik zei, dus de financiële markt is een dynamische markt. Eigenlijk alles in de wereld gaat met plussen en up en downs. Weet je, als dingen statisch zijn, kan je geen ontwikkeling creëren. En die wisselingen zijn nodig om eigenlijk die markt een beetje tot ontwikkeling te brengen, zodat mensen onder andere hun geld daaruit kunnen tappen om bij wijze van praten en van daaruit een beetje verder kunnen gaan. Dus het is een markt die mogelijkheden biedt. Zeer dynamisch is. Ja, het is dynamisch en omdat die financiële markt dynamisch is, kan jij verder daarmee. We merken het bijvoorbeeld in de stock market. De stock market, de dollars en de euro's hebben geen vaste waarden op de stock market. Ja. De banken zorgen ervoor dat onze currencies vast blijven of waardevast blijven. Maar de stock market is per definitie altijd heel erg wisselvallig. Mm-hmm. En dat creëert dat banken ruimte hebben, liquiditeit hebben om eigenlijk hun lokale economie op te bouwen. Mm-hmm. En eigenlijk de financiële poortwachters kunnen zijn. Oké. Okay. Meneer Sportsleden, ja, we hebben het gehoord en waar nodig zullen we weer aan de deur kloppen om verder met u te praten hierover. Yes, ja? Thank you voor de gelegenheid. Alsjeblieft. All right. Beste kijker, heeft u het gehoord. We hebben gesproken over de cryptocurrency en dat is de digitale betaalmiddel tegenwoordig. En ik denk dat in de toekomst er meer hierover gesproken zal worden.